Ja, nou, je was de eerste vrouwelijke discjockey. Ja. Vermoedelijk ben je nu de oudste ook. Ik denk het. Ja. Dat wordt er leuk ingevreven elke keer. Nou ja, ik vind het ook wel een prestatie. Ja, ja, maar ik kan niks anders. Ja, maar het is wel fijn dat je het al zo lang kan. Ja. Nou, dat is een verworvenheid waar ik heel dankbaar voor ben, hoor. Hoe ben jij ooit verzeild geraakt bij de radio? Oh, dat was zo simpel. Ik woonde in een omroepbuurt in Hilversum. Iedereen werkte bij de omroep. Dat was de glorietijd in de jaren 50 van de radioorkesten. Dus er waren allemaal muzikanten. Hoorspelen waren heel erg populair. Ik wist gewoon dat ik... En mijn vader zat bij de NRU. Die zat daar bij het onderhoud, de Nederlandse Radio-Unie. En ik wist gewoon dat ik naar de radio moest. Ja. En toen kwam je terecht bij Veronica, voor de jongere kijkers en gasten hier. Ja. Iets met een schip. Ja, iets met een schip, buiten de territoriale wateren. Ja. En trouwens, toen wij omroep werden, jij bent een Veronica-kid, hoor. Zeker, ja. Ik ben best trots op jou. Ja. Want die Veronica-kids, die kom je af en toe nog wel eens tegen. Ja. Ja, zoals jij dus. Het was namelijk verboden, hè. Toen op het schip was het verboden. Ja. Nee. We hebben echt, dat is zo onzin, illegaal. Ik vind het ook wel leuk, dat woord. Maar we waren niet illegaal. We lagen buiten de territoriale wateren. We betaalden auteursrechten. Ja. We betaalden belasting. Alles, iedereen werd keurig uitbetaald. Ja. En daarom moest in 1974 het stoppen. Want toen is dat verdrag van Straatsburg ondertekend. Dat dergelijke schepen, dat als je meewerkte aan zo'n schip... Ja, dan werd je strafbaar en toen moesten we stoppen. Maar even, want er zijn heel veel verhalen over op dat schip. Want de Noordzee is niet echt een zee waarbij je zegt, nou, die is altijd lekker rustig. Nee, en bovendien lag het schip dwars op de golven. Dat lag aan de voorkant en de achterkant vast. Dus het lag zo. De dijk. En als ik het al zag, dan was ik al ziek. Ja. Ja. Maar dan ben je heel vaak ziek geweest, waarschijnlijk. Ja, maar wij namen op in de studio in Hilversum. Ja. En alleen als het de mussen dood van de dak viel van het mooie weer, dan gingen wij op zondagmiddag aan boord. Dan ging je naar dat schip. Ja, het enige wat live ging, was als de banden niet aan boord waren, dus de opnames, en het nieuws. Ja, dat, ja, want dat kan je niet opnemen. Nee, dat snap ik. Dan ga je vragen, hoe kwamen jullie aan dat nieuws? Nee, niet doen. Nou, nu daag ik me uit. Maar met welk gevoel zit je dan nu te presenteren? Want nu zit je natuurlijk gewoon in een studio in Hilversum met alles erop en eraan. Ja, maar dat is heel leuk. Zoals we hier aan deze tafel zitten, staat al die apparatuur er. Waar ik niks aan vind, is al die computertoestand. Want ik ben nog van de pick-up en een slipmat. En dat vind ik tenminste nog leuk. Dat is radio maken. Dus ik werk met een technicus die precies weet... Hoe die computer werkt en dat is het dan. Ja. Er zijn beelden van. Oh. Jij. Okay. Jij radiomakend. En dan zie ik natuurlijk allemaal een hele goede morgen toe. En dan doe ik dan ook vandaag naar Jos. En die andere manieren die een heleboel enge apparatuur hebben meegenomen. Voor mij tenminste onbekend. En erg warme lampen. Maar ik zal u straks vertellen wat het allemaal betekent. Eerst de blad. Dit is de Rob Hoekengroep. En het nummer Getting High. Ik heb het helemaal.